Get ready. Get ready. Coming right up for the first time ever in Fortnite. Keely, are you ready for the Star Wars Rise of Skywalker Fortnite event? Oh, and I'm going to There has been an unprecedented number of people around the world trying to get in, so we are going to give you 10 more minutes to log into the game at 10 p.m. Eastern. The event is going to begin, and don't worry if for some reason you can't get in. Everyone is going to get the glider, and you can also, of course, watch the event via your favorite streamer live in Fortnite. We will see you in just a few minutes. Hoor dat geluid, dat is van Star Wars. L2 Focus. L2 Focus vanzelf. Ja, Frederik, ik zei het. Wajo. Nee, dat gaat hier niet landen. Jawel, Han Solo komt daaruit. Nee, dat zijn de slechten. Ja, daar. Yes. Ja. Ze komen toe. Die spouwen jullie dan op de grond. Dat zijn de slechten. En dat ik ben je niet bang zijn, joh. Geschiet! Heb mij weggeschoten. En ze gaan schieten. Fortnite. Dat is wel dat nice dat hij automatisch focust. Ja, hè? Nee, die zijn goed in vliegen. Ik wil gewoon rond. Iedereen is bij mij te focussen, maar dat is niet. Die zijn slecht in vliegen. Kom aan, er moeten nog mensen komen helpen. Ik heb een Luke Skywalker, kom ze helpen. Oké, ik word de hele tijd omver geplaatst. Ik niet, ik sta hier goed. Ja, nog weer naar dood. Oh, wij gaan langs de rand van de map. En daar ging er nog een. Hij gaat omhoog. Hij komt naar beneden. Hij gaat terug weg. Nee, en hij komt gewoon recht naar beneden. Oh shit. Dat is gewoon ze allemaal weg. Yo. De Han Solo! Nee, wordt weggeduwd! Hij landt op het platform! Oh, en dan gaat dit op Fortnite blijven staan! Kijk die poortjes! Oh, dat is kut dat je daar niet onder kunt gewoon. Sowieso komt er zo iemand uit. Ja, daar gaat iemand uitkomen. Ja, Han Solo! Han Solo! Solo only. Oh, Milo. Is het Darkfiger of zo? Nee, dat is kan... alles. Wat? Ineens is dat ding weg. Hallo everyone in Fortnite. Nee, kom eruit, kom eruit. Hij komt eruit. Event we've all gathered for millions of us from around the world for an exclusive hier, scene premiere from Star Wars: The Rise of Skywalker. As you've seen, there's a little bit more to today's festivities. Er komt een blok uit. Tell me how excited you are about this. We see some. Wat iemand mijn kip is even te pakken. We see Dr. Lupo, Willy Rex. All you guys have gathered here, Luca 4 Gaming. Welcome to this special event for the first time inside of Fortnite. JJ Abrams will be here, and we're going to show you as seen from the Rise of Skywalker. But wait, who's this? I'm a stormtrooper, but I'm also a person. You saw me moonwalking down here. How is everybody? Yeah, we have to reach out. We're all doing quite well, but I was expecting JJ Abrams. Well, he's in there. He is my closest friend in the universe, so I made sure he's good and in there. That was a kind of a weird trip up there. I was in the bathroom the whole time. What happened? How did we land? I don't know how you got on the Millennium Falcon in the first place. Nikki, thank you for saying. I'm just very good at my job. Look at me, March. Ik stond daar recht voor als ik duurde. Are you in the film as well? I am. Oh, thank you for. I would love to plug my own film. It's Star Wars. I am in this film. I believe I did one scene, and JJ was so blown away by me in the background. He was like, "Okay, we're gonna keep putting you in. You're my closest friend. I'm inspired by you." That's what he kind of said. All right. Well, I hope JJ's actually he's gonna be here, right? I mean, I could bring him out. Do you want me to bring him out?
What do you guys think? Should we bring out J.J. Abrams right now? Let's do the weirdest phone we can if we want to bring J.J. Yep, that's it. How am I possibly blowing a bubble through my helmet? That's what we ladies and gentlemen, please welcome to the stage, J.J. Oh, daar komt hij. Right. I have never been... thinner. Ze maken een beetje van dingen. Not one time. You've been working at your legs look amazing, JJ. I come to Fortnite, you know the first thing I do? I don't eat. You don't eat. And we could tell. You could tell in your legs. He's bezig, joh. Hello to everyone in the world. Hola. And bonjour. Oh, wow. And konnichiwa. Oh, my goodness. Oh. And you're not reading this off a list? No. This is me. Maar ik kom Sebas. He's nu bezig. JJ is live inside of the game. Yeah, Sue, I'm not... Nee. He's still going. Okay, yeah. Nee. Okay. Salam. Hey. It's amazing that you could say these with such precision when your pants are so tight. Well, it is amazing to be here. Look at this. This is incredible. Unbelievable. Say, never before have we had a live conversation inside of Fortnite. Check my phone. Yeah. This is unbelievable. Everyone is dancing, emoting, having fun, and JJ, it's so exciting to have you here. Now, since we are in Fortnite, we're in this virtual world, anything can happen. And we might be able to change even who you are. So you look great as yourself, but what if we change you into... That's what I'm talking about. Whoa! What I'm talking about. Thank you very much. Yeah, and dreams come true, my friends. Well, your biggest dream of all could come true because you could become your friend here. Are you serious? Is aan andere neuskind. No way. Here's the thing about the Stormtrooper. What is your identity? FN143. Yeah, music is FN143. Yeah. They're four digits. The zero is silent. Oh my goodness, you just turned into... Is that my dad? Yeah. Dad? Can you guys maybe do a dance together or something like yeah, that? Yeah, let's do it. Three, two, one, let's go, Dad. I can't dance. Okay. Oh, sure, yeah. You guys are looking good. We can even turn you into me if we want, JJ. No one would to do that, but there you go. Anything is possible inside of Fortnite. Two Jeffs, this is my fantasy. It is fun being here. Exactly. The only thing is about FN143. You know, I didn't know that you were going to be here, and thank you. You were a little bit annoying, frankly. Oh, that's funny. In the shoot. You kept wanting to do your soliloquy. Yes. So I had this big soliloquy that I tried to put into the movie. Anytime. Oh, I could do it right now. Do it right now if you'd like to. Trooper. What is a stormtrooper? Are we just the stuff we wear on top, or is there more inside? Anyway, episode 9 is 95 minutes of me doing that. If you want to check it out. That's the big reveal. Well, JJ, you've been traveling around the world. Oh my God, there wordt iemand hier die kijkt. Comes out on Friday, December 20th. I want to ask you, sort of, you know, setting it up for all of us. What can we expect episode 9? Before I talk about that, can we discuss how good I look here? Yes. You look incredible. This is like BTS, JJ. I look like I'm in a band. It's unbelievable. Here's what I would say. The thing that is most exciting for me about Rise of Skywalker is it's the group on an adventure together, and it's full of crazy. Mensen die springen de hele tijd op mij. Bij mij ook, dat is echt fucking irritant. Ik spring ook gewoon op andere mensen. Zit het live? Dan weet ik het niet best wel zijn. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er zijn zoveel goede scènes die ik heb in deze. Ik wonder welke JJ is gaan showen. JJ did bring an exclusive we want to do something interactive with the millions of people around the world who are inside of the game. So, you see those pads that are in front of the stage here? Well, they're going to come to life because we're going to ask you a question. But what do you think this scene is going to be that JJ brought exclusively for the game? Run over the step back. You think this right answer? To predict what you think JJ might show us. Is it the Oya? Jar Jar. Let's see here. Everyone's locking in their choices here. You're going to have about 10 seconds remaining now to make your choice. Oh, we've got 7 seconds. We've got Dark Jar Jar. We've got the Jedi Mind Trick. Mind Trick. Jedi Mind Trick. Jedi Mind Trick wins. Why the fuck wins? Win you also. Jedi Mind Trick in this scene. Are they right? Are they wrong? If that's the scene that they want to see, then let's show them that scene. Wow. The power of that. All right. Well, here it is. This has never happened before, an exclusive premiere of a scene from Star Wars, The Rise of Skywalker, which is on Friday, December 20th. Yeah. Papa, als je wilt zien, komt er een scène van de nieuwe film. Ja, ja, ik ga naar achter. Het lijkt. Nee, het blijft staan. Bij mij. No idea, follow me. Wie is links, wie is rechts? Maar nee, we blijven het hangen.
Milo, ik zit vast zo wanneer dat die stormtroopers gekild zijn in het begin. Dat die zo net uit dat ding kwamen. It's okay that we're here. It's okay. Oh, jullie zitten echt al een stuk verder. Oh, ik wil die voor. Maar. Hallo, we hebben niets gezien. We hebben niks gezien. Ik heb één ding gezien. We hebben een paar dingen gezien. Sam, we hebben ook echt gewoon niks bijna gezien. Show your finest work. Well, all you folks said demise. We see Lupo. All you show us your favorite. Wacht, naar welke film gaan jullie zien? Star Wars. Nee, man. Gaan wij ook? Maar wij gaan maandag. Wij ook. Oh, de wiggle! De wiggle! How are you able to wiggle like that when your pants and your clothes are so tight? En waar gaan jullie? Waar gaan jullie leuven of waar zijn jullie? Ook. Op dit, misschien zitten we wel samen. En de Nederlandse helft gaat ook nog naar. It's amazing to do this for the first time in Side Warner. We are so excited about the film, JJ. Thank you. Obviously, next try. And FN, we'll look out for your scene. Thank you, guys. Thanks so much. I will be in the movie. Thank you. Hello. All right. Thank you all. Well, thanks so much. Maar deze guy is great to see you. Tom, jongen, hij gaat heel de op mij staan. Hopefully inside of Fortnite. Ja. All right. Off you go. Zet je geen beeld, dat is echt irritant. Wat een hoektoot. Hij is weg. Waarom loopt hij terug? Nee. Bij mij zijn gewoon poef weg. Oh, opeens, ja. Nu ook. Oké. Er komt nog een vraag. What is your favorite lightsaber? We're over the center. Why is your sowieso rood? Rood, waarom rood? Do you have a favorite? Rood is mooi. Yes. Ja, yeah, kom, wij gaan op rood. Kom, ik ga rood, ik ga rood. Ja, kut, ze gaan een kapot veel op rood. Nee, paars. Nee, paars. Waarom altijd dezelfde? Oh, jongens. Oh, we hebben weer geschoten. Ik ga met die ding staan. Maar hij laat dat staan. Hij laat dat ding staan. Ja, hij laat dat ding staan. Wow, dat ding is echt. Dat van de slechten is al echt al bewogen, hè? Echt? Ja, dat van daar juist uit. Dat oh, ding zo. Ze gaan weer zo. We komen weer zo. Oh, en is weg, oké. Lightspeed. Maar hij heeft dat ding nog al gestaan. Ja. Ze komen het sowieso halen. Oké, okay, opeens heel cool. What? Generations is complete. The great era is correct. Is dat niet die met zijn elektriciteit, Frederik? Victory is at hand. The day of revenge. Het kan wel. Die revenge zijn echt zo groot. Oh, ik heb kapot veel lijk. Nee, dat blijft gewoon hangen. Dat is gewoon slow motion. Sowieso komt er nu zo in één keer zo. Ja, nu gaat het bewegen. En hij is ook al eens. En dan ook. Wow, het licht. En... Ah, dat is veel. Ja, ja. En Tony is alles gedaan. Ja. Dat was het. Nee, oh, nee, iemand heeft het al gestuurd. Hoor, dat gaat open. Lightsabers. Ik heb een lightsaber. Iedereen heeft een lightsaber. Ik heb een paarse. Ik heb een rode. Ik heb een rode. Dus zoals ik op die kleine gaan staan. Waarom zoek ik zo kan killen? Dat is een wapen in Fortnite. Dat wil ik, dat vind ik. Je kunt blokkeren met dat. Oh ja, ik zie je. Oh, dit is leuk, dit is leuk. En dat iedereen heeft een damage. Welke kleur heb jij nu rood? Ik heb rood. Ik heb paars. Ik heb paars. Je weet dat je dat dan wel zou hebben. Komt je zelf? Ah ja! Je kiest door. Ja, ik heb rood een kleur, hè. Nee. Ah ja. Op welke kleur bestond die kleur? We hebben gewoon gewonnen. Nee, ook. Ik denk dat iedereen gewonnen heeft.